Goeiemorgen beste mensen, we gaan verder met onze gloeibourgie die afgebroken is. Ik heb mijn materiaal binnengekregen, behalve mijn testapparatuur voor mijn injector. Die digitale tester, die is nog niet binnen. Daarom gaan we nu met de gloeibourgie beginnen, want die is binnen. Hier is mijn setje. Ik heb een setje ontvangen van AutoDoc. Wel de verkeerde gashuisklep. We hebben die boortje gepakt hier, de dikte. En dan kijk je ongeveer naar je dikte van de boor, ziet je? Dan kijk je zo hoe dik dat is. En dus, dat is de boor en deze gaat aan de plug. Dus die gaat nog in die gloeibourgie, dat stukje. Hè? Dan kijken we. Dat is de dikte, ziet je? En dan kijken hoe ver we boren. Het gaat niet verder als de schroefdraad. Ziet je? Je ziet dat die hier begint. Daar begint die. Ziet je? Kijk. Zo. Dat smalle stuk gaat in de gloeibourgie en dat brede stuk is dan die dingen. Dan leg je die naast elkaar en dan trek je een streepje dat je niet te ver boort, ziet je? Hier begint die breed te boren tot daar, anders gaat je je plug te diep steken. En dan steken we die gewoon in een boormachine. Voilà. En dan gaan we boren. Dat is de oude plug die nog heel goed uitziet, de gloeibourgie. Dan gaan we eens boren. We zien een gat. Daar. Die ik al een beetje voorgeboord heb, maar dat is nog niet zo breed, ziet je. Dan gaan we mooi boren. We gaan die schoon recht houden. Het is moeilijk te zien waar die streep is, maar we gaan proberen schoon recht te boren. Nee. Zien we er binnen? Eens kijken. Nog niet. Even uitzuigen, even de zuiger pakken, even hier leggen de boel, even de stofzuiger. Ja, het gaatje ziet er heel goed uit, heel goed geboord, maar niet diep genoeg denk ik nog niet. Ja, dat is deze ongeveer, die zijn ook schuin, maar kijk, die is veel dikker natuurlijk. Hè. Dat komt niet aan de ene boel, moet je dieper boven. Eens kijken hoe ver dat heen gegaan is. Dat is mijn streepje, daar. Nou ja, we zijn belangen nog niet zo ver, ziet je. Belangen nog niet, hè. Zo lang nog niet. En dan gaan we maar verder boren. En dan gaan we weer stofzuigen. Stofzuigen. Ziet er al beter uit, de gat. Kijk maar. Maar zijn we er al? Eens kijken. Waar is mijn ding? Hier, eens kijken. Een klein beetje nog. Voilà, nu denk ik wel. Omdat je nu voelt dat je. Nu voel je dat je eigenlijk in de plug zit. Dus nu gaan we die nog eens stofzuigen en dan erin draaien. Zie je. Met een goede leuke stofzuiger. Ja, dat ziet er al beter uit. Ja. Ja. Voilà, nu moeten we de schroefdraad tappen dan. Ja. Zullen we schroefdraad tappen? Dus ik heb de schroefdraad vergeleken van deze, maar dat is maar 1/10. Dus hier heeft geen andere 10. Heb ik vergeleken met deze schroefdraad. Want bij deze set heb ik verschillende schroefdraden. De verschillende dikte, want bij deze set ook verschillende schroefdraden. Maar deze dopje gaat hierop op deze. Moest ik die ooit erop zetten? Misschien is het niet nodig, maar we zullen zien. Dus het is deze die even dik is als deze, ziet je? De 10, dat is ook 10 hè, ziet je, die is even dik. We gaan nu een schroefdraad met dit tappen, met deze, wat hierin zit. Dan gaan we die tappen, oké? Dus die steken we hierin. Dus we hebben onze schroefdraadtapper en dan gaan we hoeps, voorzichtig, heel voorzichtig de grootte boven. Eens kijken even wat die huis is. Ja. Zal wel die kant zijn zeker hè? Of niet? Hoe zit de andere kant op? Daar heb ik niet goed op gelet. Ik denk gewoon rechtstappen en dan. Nee? Dat is een vraagje. En rechtstappen gaan dan zeker niet. Het is gewoon rechts. Het is gewoon zo heel voorzichtig in draaien. Ik heb al getapt. Weer al uitzuigen. Dus nu hebben we getapt. Ik heb geprobeerd. Nu heb ik deze getapt. Kijk, die is tot hier gegaan dus. Verder hoeft dat niet, want dat is de lengte van de zitgen. Klopt hè? Nou. Nu gaan we met deze spitsboordje, deze, en de rubbertje tappen. Erop zetten. Voilà, nu heb ik die hierop gezet. Dat is een scherpe puntje. Die gaat dan in de plug, ziet je. Dan gaan we in de plug schroeven. We moeten boren denken. Eigenlijk weet ik dat niet. Heeft er veel zin eigenlijk zo te doen. En ja, we hebben die al geboord met die andere punt. Die is dieper gegaan. Hè. Dan moeten we die even zo doen. Ja. Klopt. Die gaat in de gloeiboegie. Al verder kunnen we niet. Eruit terug. Dan je die knopje hier gewoon om. Dan draaien we terug uit. Nu zitten we normaal in de gloeiboegie. Ik hoop dat alles goed gaat. Voilà. Nu zitten we in de gloeiboegie. Die stuk die er nog in zit, dus met deze. Dat is dus ook schroefdraad, want die hebben we geboord. Met deze zit je, want deze had een smalle kopkevel voor. Die is in de gloeiboegie gegaan, die hebben daar schroefdraad getapt. En nu moeten we met deze tapper, dat zal dan 10 zijn, die even dik is als deze zeker. Eens kijken, ja dat is heel smal deze. Deze denk ik dat het is. Hè. Ik zal het even zien, eens kijken. Dus, we hebben die juist. Juist hebben we die met deze pin schroefdraad een schroefdraadje gegeven in de gloeiboegie. Nu heb ik deze stuk, wat hier zat, deze, die kopje, die is even dik als deze, waar we ingeboogd hebben volgens mij. Die heb ik hier opgedraaid. En die zouden we nu moeten indraaien. Dus met zo'n 12. Veel succes! Ik heb die juist gestofzuigd, dus dat is al goed. En eens kijken. Voilà, een lichtje aan doen. Dus die zullen we hier schoon moeten indraaien. Dan draaien we die zo. Kijken. Ik heb nog nooit gedaan aan mensen die we uitlachen. Voilà. Dus nu gaan we eens kijken, die is vast. Of tot die vast is. En nu hopen we dat die rotzak eruit komt. Hè. En met deze gaat die omhoog duwen. Misschien krijg je het met de hand gedaan, eens kijken. Als die los zit, komt hij eruit. Niet het geval is. Zo'n grote dop moet hebben, ja. Ik ga eens een grote sleutel halen. Oh, ik heb een sleutel gevonden, dat is eens deze. En voilà. Dan staat ook deze dan moet houden eigenlijk. Hè. En dat moet eigenlijk zo doen. Ik weet niet of die zo uitkomen. Dan ziet je wel omhoog denk ik. Eens kijken. Ik stoot toch tegen de hand, dat ding daar. Weet je. En zo. Zo, dat is moeilijk met twee handen combineren, maar dat lukt wel. En zo. Die kop zit daarop, dus die uit van boven moet je nemen, moet je geen meer hebben. Dus die draait mee natuurlijk, hè? Of niet? Nou ja, die moet je dan tegenhouden. Ik ga even die camera anders zetten. Voilà, hier hebben we een geval waar dat niet vanzelf gaat. Dus, ik was aan het draaien en draaien, daar is hem, zit je? Daar is hem, de gloeiboegiekop. Die draait me zo, die komt niet aan, dus het klopt vast. Ik heb er wat kruibolie in gespoten, rustig laten intrekken. En dan gaan we zien, hè, want je ziet, de gloeiboegie is omhoog gekomen, die kopje daarvan. Dat gaat dus groot genoeg, want anders zou die kopje er ook niet doorkomen, man. Hij wil niet en ik wil die zeker niet gaan overdraaien daar. Maar je gaat wel komen, man. Het is niet zo simpel. Ja mensen, draaien, draaien lijkt een zot. Echt waar, ik denk niet dat dat gemakkelijk is, liggen die filmpjes op YouTube. Hè. Echt, soms gaat het misschien gemakkelijk, maar niet altijd. Bij mij vooral altijd nooit bij mij gemakkelijk. Nooit, nooit, nooit. Maar ik geef niet op en dat is het resultaat. Ik heb gedraaid. Bleek een gek. En ik bleef draaien. En wat komt er? Kijk, dames en heren. Kijk hoe ver dat die ingedraaid is. Voilà. Kijk eens hoe vettig en vuile nest. Koetjes vrij. Ronnie is blij. Koetjes vrij. Ronnie is blij. Hier is hem, dames en heren. Onze plug. Die vervelende bastaard die gebroken was, hebben we eruit, maar die zit serieus aangeslaan, hè? Je ziet dat, hè? Kijk eens. Oh la 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 la. Die is precies ook een krom. Voilà. Nu is die gewoon even wat zuiver maken en dan kunnen we normaal gezien gewoon de andere indraaien. Dus wat je zelf doet, doet je meestal beter. Dus indraaien, dat kun je allemaal. Dus meer hoef ik er niet bij uit te leggen. We hebben de vervelende rotzak. Dus, Peter, ik heb hem, maar ja. Jij misschien nog niet, maar ik heb hem. Dus, ik ga die nu zuiver maken. En dan gaan we binnenkort... Ik ga die nu zuiver maken en dan gaan we binnenkort aan de injectoren beginnen. Maar ik moet wachten op mijn testje. Onze spijter, onze gashuisklep was verkeerd van AutoDoc, maar dat was waarschijnlijk mijn eigen fout. Ik had besteld en ik had dan op de verkeerde getikt waarschijnlijk. Maar ja, waarom slijpen ze die nummer eruit? Dat snap ik ook niet. Ik snap niet dat ik de verkeerde heb gezegd, want ik heb de OEN-nummers en de referentienummers waren perfect juist. Die zegt ook te pas op mijne. Maar ja, kan gebeuren. Als deze niet kapot is, ik zet die terug. Ik zet alles terug gewoon. Gaat hij misschien toch? Ja, dan hoef ik die andere niet meer. Hè? Dan heb ik 140 euro gespaard. Voilà mensen, peace. Vergeet niet te abonneren en te liken. En wat je zelf doet, doet je meestal beter. Doe het zelf. Ik ben toen geweest op Iedereen Beroemd. Aflevering 4. Bij de 7e minuut ongeveer kom ik op Iedereen Beroemd. Dus aflevering 4 bij VRT. De 7e minuut zit je mij dan op. Oké, peace, vergeet niet te abonneren en te liken. Tot de volgende. En wat je zelf doet, doet je beter. Hè? Veel geduld hebben, dat is de boodschap.